Lieve mensen, hier weer een filmpje over Ovidius en Tristia, boek 4, gedicht nummer 10, over zijn autobiografie, vers 61 tot 66. Het stukje gaat over zelfkritiek eigenlijk, een beetje, en daarna brak een begin aan iets verhaal over zijn liefdes, althans zijn huwelijken ook wel. Hij zegt ten eerste, multa quidem scripsi sed quae vitiosa putavi emenda turi signibus ipse dedi. Ik heb wel veel geschreven, maar de dingen die, vitiosa putavi, wat ik slecht vond, wat ik het waard vond om te bekritiseren, bekritiseerenswaardig vond, fout vond eigenlijk, niet goed vond, dat heb ik zelf gegeven aan de vuren. Ja, daar staat het aan. Emendaturi, dat is een PFA, participium futurum actief, van emendare, en dat betekent verbeteren. Zoiets als zullende verbeteren, dat zeg je natuurlijk nooit in het Nederlands, maar dat betekent iets als die zullen verbeteren, hier verleden tijd van deed die in verwerken, dus die het zouden verbeteren. Of eventueel met een doel, want dat is eigenlijk wat meestal aangeeft, om het te verbeteren. Dus dat is wel grappig, hè? Dus ik heb heel veel geschreven, ik heb wel veel geschreven, maar wat ik slecht vond heb ik in het vuur gegooid om het te verbeteren. Die het zou verbeteren. Want als je het in het vuur gooit wordt het alleen maar beter, zo slecht was het. Nou, dat is natuurlijk een ironische uitspraak, dus hier mag je even ironie bij schrijven, bij dat emendaturis. Nog een keer de details van de grammatica, even kijken. Hier een relatief met ingesloten antecedent dus. Dit is een PFA in de dativus meervoud, hoort daarbij. Want dit is een dativus, dat is een meewerkend voorwerp bij Dedi. Hij is heel kritisch geweest. En soms zelfs te kritisch. Kijk maar. Tunc quoque cum fugerem quaedam placitura cremavi iratu studio carminibusque meis. Toen, dus op dat moment, cum fugerem, toen ik vluchtte, of beter gezegd toen ik in ballingschap ging, want dat is wat hij eigenlijk deed, daarover later zo meteen even nog wat meer. Dit is een conjunctivus imperfectum na cum, dat is eigenlijk, dat betekent gewoon, geeft een tijd aan, in dit geval niet omdat of wel of zo. Toen cremare, dus een cremeren, het is Nederlands, verbranden, dat heb ik gecremeerd, heb ik verbrand. Quoque heb ik ook verbrand. Quaedam placitura. Quaedam, van quidam is een of andere. En meervoud onzijdig hier zo. Gaat over liederen of dingen die hij geschreven heeft. Enkele dingen. Placitura. Dat is ook een PFA. Net als hier zo, maar dan in de accusatief is meervoud, want dat hoort hierbij. Van plakeren betekent bevallen, in de smaak vallen. Dus letterlijk zullen in de smaak vallen, oftewel die in de smaak zouden vallen. Dat om te kan je niet eigenlijk gebruiken. Het beschrijft hier de quaedam, dus dat is beter met die te vertalen. Dus op het moment toen ik in ballingschap ging, heb ik ook enkele dingen die in de smaak gevallen zouden zijn, of die in de smaak zouden vallen, verbrand. Dus dat was, toen was hij zelfs te kritisch, was hij heel erg emotioneel natuurlijk, toen hij in ballingschap ging. Toen was hij, verdrietig, en hij was, iratus, boos. Boos, studio, boos, meis, boos op, gaat met een dativus, vandaar je meis, en carminibus, en studio, is allemaal dativus. Boos op mijn studio, mijn ijver, en op mijn carmina, mijn liederen, mijn gedichten. Waarom was hij nou boos op zijn eigen ijver in het schrijven? Want dat is waar die studio over gaat. Dat is dus een ijver in het schrijven. En in het dichten en op zijn eigen gedicht. Waarom was hij daar nou boos over? Nou, het verhaal gaat dus dat... Het enige bron die we daarover hebben is over jezelf. Nou, bijvoorbeeld hier. Maar op heel veel andere plekken ook wel. Dat hij dus zelf vertelt dat hij dus verbannen is uit Rome op een gegeven moment. En het enige wat hij daar echt over zegt... is dus dat het was vanwege een carmen en een error. Vanwege een lied of gedicht dus, en een fout, een error, een dwaling eigenlijk. Zij heeft iets verkeerds gedaan met wat iets te maken heeft met een of ander gedicht. Nou, sommige mensen denken dat het wel het gedicht De Ars Amatoria moet zijn geweest, de kunst van het beminnen, dat niet gestrookt zou hebben met Augustus, de keizer Augustus, een strenge nieuwe
zedenwetten, de huwelijkswetten. Losbandigheid, bandeloosheid, overspel en dergelijke, hebben aangemoedigd, terwijl Augustus juist probeerde om dat heel erg in te dammen, omdat hij vond dat ze terug moesten naar een veel strengere moraal van vroeger, en dat in de afgelopen eeuw, waar veel burgeroorlogen en allerlei toestanden geweest, dat ook die moraal op het gebied van losbandigheid en overspel en zo, het helemaal verkeerde kant op was gegaan. Dus dat zou erachter kunnen hebben gezeten. Nou ja, hoe dan ook, het had iets met zijn gedicht te maken. En daarom is hij dus boos op zijn eigen gedichten en op zijn eigen ijver in het schrijven. En daarom heeft hij zelfs sommige van die dingen dus verbrand. We weten in ieder geval dat hij een manuscript van de Metamorfosen, zijn hoofdwerk, zelfs ook heeft verbrand. Maar gelukkig waren daar al genoeg van in omloop, zodat we dat niet kwijtgeraakt zijn. Dat kunnen we nog steeds lezen. Gelukkig. En dat gaan we ook doen in dit examenjaar 2018 en 2019. Goed, dan nog eventjes een nieuw stukje beginnen, want hij gaat nu hij is klaar met praten over dat hij kritisch op zichzelf is geweest, en hij gaat nog iets vertellen over zijn eigen liefdesleven en huwelijken en zo. Molle cupidinis nec inexpugnabile telis cor mihi quodque levis causa moveret erat. Beetje ingewikkelde volgorde. Lees zoiets als cor mihi erat molle, nec inexpugnabile cupidineis telis. Het hart voor mij, oftewel mijn hart, was molle, zacht eigenlijk, en niet onoverwinnelijk voor Cupido's pijlen. Cupidineus is een bijvoeglijk naamwoord bij Cupido. Dat betekent cupidinisch of zo. Hè? Dus Cupido, bij Cupido horend. Kan je dus zeggen, gewoon vertalen als van Cupido, ook al is het geen genitivus. En telis komt van telum. Dat is natuurlijk een projectiel, een werpwapen. Oftewel pijl, want Cupido heeft dus altijd pijlen uit de boog. Dus mijn hart was zacht en ook niet onoverwinnelijk tegenover. Dus die datius die erbij hoort. Door wat dan? Nou, door Cupido's pijlen. Oftewel, hij kon geraakt worden. Dat is natuurlijk een metafoor, Cupido. Of eigenlijk een metafoor, of metonymie, hoe je het wil noemen in dit geval. Cupido's pijlen staat hier dus voor de liefde. En we hebben natuurlijk ook te maken met een soort beeldspraak. Een litotes. Dat was de Cupidinis Kitelis, dat is beeldspraak. We hebben te maken met een litotes. Nek in expugnabilis, nek in. Dat is een dubbele ontkenningachtig, hè? Niet onoverwinnelijk, oftewel, hij is overwinnelijk. Hij kan overwonnen worden door Cupido's pijlen. Dat noem je een litotes. Dus hij werd makkelijk verliefd. Et quod levis causa moveret. En het was quod, quod met een conjunctivus. Dat geeft een soort definitie aan, deze conjunctivus hier zo. Conjunctivus imperfectum. Dus kan je mooi vertalen met en het was van die aard dat het, of het was zoiets dat het, maar het was wel accusatiefs hier, dus let op, dus ik moet even zo vertellen. Het was van die aard dat een levis causa, dat een lichte oorzaak, een niet zo'n sterke oorzaak of zo, maar iets kleins, het kon moveren, bewegen letterlijk, maar iets als ontroeren of raken. Ja? Dus mijn hart was zacht en niet onoverwinnelijk voor Cupido's pijlen, en van die aard dat aan lichte oorzaak het kon raken. Dus hij werd makkelijk verliefd. Hij zegt eigenlijk twee keer hetzelfde. Het is een beetje tautologisch als het ware. Want hij heeft het in dit geval over de liefde. In dit, hier zo. Nou, en hoe dat dan ging in zijn liefdesleven, dat vertelt hij hierna. Tot dan.